De jacht op de PlayStation 5 gaat door. Iedereen en je moeder is op zoek naar zo'n next-gen console van Sony. Maar waar en wanneer kan je nou zo'n ding kopen? Nou ja, wij hebben daar natuurlijk een tool voor gemaakt. Of dat heeft onze Brian gedaan. Die kan je checken op pu.nl/PS5. Geautomatiseerde tool. En die gaat af wanneer er ergens voorraad komt. Net zoals deze ochtend. Om 8 uur was daar een kleine voorraad bij bol.com. Had je hem kunnen scoren. Het was mij helaas niet gelukt. Maar er is nog een kans, Lucas. Want er waren al wat geruchten. We hadden al via bronnen doorgekregen dat Coolblue een flink aantal PlayStation 5's in de verkoop gaat doen via een loting. Nou ja, deze ochtend hebben ze die loting live gezet. Want het was al onder andere via ons gelekt dat het eraan zit te komen. Dus je kan je vanaf nu inschrijven bij Coolblue. En dan kan jij een PlayStation 5 scoren. Nou ja, niet de PlayStation 5, maar je moet een bundel kopen. Ja, zeker weten. Ja, je moet ervoor. Je kan het niet gewoon op je laptop doen of zo. Je moet wel even de app ervoor installeren. En dan moet je even zoeken naar PlayStation 5. En daar kan je dan verschillende bundels zien. Dus je hebt bundels met een controller. Je hebt bundels met Call of Duty Black Ops Cold War. En dan een SteelSeries headset erbij. En ook met Spider-Man en met FIFA. Dus je moet even kijken welke je dan wil. En dan kan je daarvoor kan je aanmelden voor de loting. En dan kan je tot en met 8 maart 10 uur kan je aanmelden. En dan krijg je diezelfde dag nog bericht. En ben jij misschien wel een van de gelukkigen die een PS5 mag kopen bij Coolblue. Ja. Ja, ze hebben 1600 PlayStation 5's, de disc editie. We hebben niks gehoord over de digitale editie. Die staat ook op tijdelijk uitverkocht op dit moment op de app. Dus of ze die ook nog in een verkoop gaan doen, dat is nog onduidelijk. Maar voor nu kan je dus inschrijven voor deze loterij voor een disc versie. En die begint met een voorafprijs van €567,99. En dan krijg je wel een extra DualSense controller erbij. En dan vraag je misschien af, waarom verkopen ze die dingen niet gewoon los? Waarom kan ik niet gewoon een losse PlayStation 5 kopen? Nou, dat is omdat retailers best wel weinig marge draaien op zo'n console. Dus als ze die verkopen, dan verdienen ze er misschien zelf een paar euro aan. En ze hebben er natuurlijk veel meer aan, zo'n winkel, als ze een beetje marge kunnen draaien. Dus daarom doen ze dit soort bundels, zodat ze er zelf ook nog wat aan kunnen verdienen. Dus dit is je kans. Ze hebben een flink aantal. Het zijn er 1600. Hou er wel rekening mee dat duizenden mensen zich zullen inschrijven. Dus het is en blijft een loterij. Maar nooit geschoten is altijd mis. Dus dit is je kans. Hou ook pu.nl/PS5 in de gaten. Want er beginnen links en rechts allemaal PlayStation 5's binnen te druppelen. Zoals vanochtend bij bol.com. En we verwachten dat die er nog wel meer zullen krijgen de komende dagen en weken. Dus hou gewoon pu.nl/PS5 open. Dan weet jij als eerste waar er voorraad is van de PlayStation 5. En laat ons ook in de comments weten of jij mee gaat doen aan deze loting. En als je dan toch lekker bezig bent, druk meteen op die abonneerknop. Dan mis je niks over de PlayStation 5. Waar er ergens nieuwe voorraad is. En dat soort dingen. Yeah.